Mag dat? Nou, ik ga dit boek, hoe jij samen met kapitein Klots de wonderbaarlijke en soms zelfs gevaarlijke avonturen-eilanden ontdekte, ga ik aanbieden aan zeezeiler Henk. Nou, het is zo, dat moet ik er even bij vertellen. Ik heb dit boek bedacht een aantal jaren. En toen had ik wel een beetje Henk in mijn achterhoofd. Want Henk had toen net verteld dat hij op eilandenreis ging. En toen dacht ik eigenlijk, nou, daar moet ik wat mee. Dus dat boek is geworden, Henk, alsjeblieft. Nou, ik vind het dat fantastisch. Is hem. En vooral de kijk hier. En zelfs soms gevaarlijke avonturen eilanden. Die ik ontdekte. Ja. Nou, ik moest kijken. Dus dit zijn reizen waarvan ik kijken. Dacht? Ja. Dit ga je meemaken. Maar weet je, dit soort fabriekseilanden. Anders dan dit, maar het bestaat. Ja. Nou, die kom je tegen op zee. Halen ze olie uit de grond. Hier moet je luisteren. Stil eens, moet je horen. Ik voel het aan mijn baard. De wind die wil weer verder. Snel, hup, trek een kaart. Wat moet je nou voor kaart trekken? Ja, daarachter. Oh. Nou, laat eens zien, Jo. Hé, er zit een kaart in. Kaarten. Ja, maar een zeekaart. Ja. Een zeekaart. Kijk, en waar denk je dat ik heen wil? Oh, gewoon trekken. En waar moet je dan beginnen, Joel? Hup. Noordoosten. Dan ga je die kant op. Nou, dit komt perfect uit, want ik wil naar IJsbergeiland. Kijk eens. IJsberg. En dan vaar ik daar helemaal omheen en dan ga ik daar in die baai ten anker. Ja, dat kan. Nou, trek jij nou eens een kaart dan. Op. Dus vanaf het IJsbergeiland nu. Ja, nu zit ik op het IJsberg. Of moet ik weer trekken? Of jij? Of niet. Nou, jij mag ook wel. Ja, maar dit is het echt ja. Hier. Naar het Noordoosten. Noordoosten, welke kant? Nou, ja, wat staat er dan op de kaart? Maar is kijk, dat dan? Ik ben net zo gevaren en nu vaar je. Maar ik ben nog niet echt uit de kaart, want je zit daar boven Vuurtoreneiland. Ja, dus dan moet je. Want het zijn wel wonderbaarlijke avonturen. Gaat me zo niet. Maar als je hier zit, dan ga je helemaal uit de kaart. Ja, maar ja. Als je nou hier staat. Maar wacht eens even, de wind verandert direct. En de wind wordt zuidwest. Dus, ja, kom je weer terug. En dan via daar. En de, up, nog één. Zuidoosten. Hup. Hier ben ik. Glazen eiland. Nou, dit is echt een. Via het glazen eiland naar het oosten, naar het slingereiland. Maar weet je dat zeekaarten er ook een beetje zo uitzien? Er staan dan cijfertjes hoe diep het is. En zo vaar ik ook van, dit trekt mij wel aan, IJsbergeiland. Ja, maar dat is. Slingereiland, via Slingereiland uit de kaart ga je hier naar Vuurtoreneiland. Maar er zitten ook gevaren, hè? Hier. Wat zijn dat? Ja, maar dat is Pirateneiland bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Waar lijkt dat op? Als je het zo bekijkt. Op een schedel? Ja. Ik zie het. Ik zie en het. Dat lijkt op een glas. Ja, dit is mooi. Dit, ja. Die op een ijsje. Dat zie ik nu pas. Een circus eiland op een tent. Maar zullen we nog even naar het boek kijken? Ja, ik kwam ooit eens iemand tegen met van die gele laarsjes. Ja. Dat is een meisje. Ahoi, aan hier. Hier, kijk. Kijk, IJsbergeiland. Dat is het IJsbergeiland, hè. Het is allemaal ijs, logisch natuurlijk, allemaal ijs. Met een rietje erin. Ja. Maar eigenlijk moet ik dus dit boek mee hebben. Ja. Want dan ga ik op mijn boot ga ik proberen al deze eilanden te zoeken. Ah ja, dat is een goed idee. Misschien moet Henk gewoon op zoek gaan naar deze eilanden. Naar deze eilanden. Dan is het aan de andere kant van de wereld weer. Ja, maar wat denk je wat het is? Het is allemaal aan de overige andere kant van de wereld. Het is allemaal spullen die Henk heeft meegenomen. Hier. En dan kom je bij een eiland met een trap. Een trap naar de wolken. Naar de wolken. Ja, dat is het wolkeneiland. Ja, oh, dat is het wolkeneiland.